In mijn vorige Minecraft video ben ik op 70 verschillende manieren doodgegaan in Minecraft. En vandaag heb ik 50 nieuwe manieren gevonden. Dus laten we maar snel beginnen. Goed, we zijn aangekomen bij het allereerste level van vandaag. Wat level 71 is, food poisoning. Ik moet iets gaan eten waardoor ik dood ga. Dat is in principe wel simpel doen. Ik ga gewoon alleen maar rommel. Oh, dit kan ik niet eten. Wacht, misschien moet ik eerst dit drinken. Ja, oh. En nu kan ik allemaal gekke dingetjes gaan eten. Ja. Nu snap ik hem, jongens. Laten we gewoon allemaal troep eten, waardoor ik dood ga. Hier. Oh, nee, niet die. Ik moet gewoon spider-eyes eten. En pufferfish. Spider-eye en pufferfish. Let's go. Dit is hem, jongens. Ik begin ook helemaal wazig te zien. 120 manieren moeten we zoeken om dood te gaan. Oh, dit gaat echt lang duren. Oh, nee. Ik moet eerst zorgen dat mijn hongerbar helemaal leeg is. Oh, dit is echt heel irritant, dit. Ah, als ik een beetje zo heen en weer zit te rennen onder deze trapdoors, gaat mijn hongerbar zo snel mogelijk naar beneden. Want die moet helemaal leeg zijn. En dan kan ik eindelijk een keertje doodgaan. Het is echt ongelooflijk, dit. Hoe lang dit duurt. Dit duurt zo ongelooflijk lang. Nog maar een halve hongerbar. En dan gaan we dood. Ja, als het goed is, gaat het nu gebeuren. Als het goed is, als ik nu deze neem. Ja, hè. Oké, level 2. 72 eigenlijk officieel. Hey, creepers. Oké. Okay. Let's go. Creepers. Laten we gewoon eentje plaatsen en dan gaan we gewoon dood. Huh? Ze doen geen damage. Oh, en daarna krijg ik wither. Ah, oké. Okay. Laten we maar gewoon heel veel creepers spawnen. Het gaat niet om de explosies. Het gaat om het effect dat ik het daarna krijg. Hier op de grond. Wat is dit hier? Kijk dit nou. Allemaal gekke effecten. Hoppakee. Level 3. Sus. Oké, okay, dit is alleen maar suspicious toe. Laten we er gewoon een paar drinken in de hoop dat eentje misschien vergiftigd is. Even kijken wat we hiervoor krijgen. Ja, gelijk poison. Nice. Dan nemen we er gelijk nog één. Hoppakee, dan krijgen we instant de... Dat was behoorlijk snel. Level 74. Even kijken. Ah, oké. Okay. Ik moet een strider spannen. Dan moet ik erop zitten. Hoppakee. En dan gaan we zo... Hier gaan we mezelf suffocaten in het ijzerblok in 3, 2, 1. Hartstikke simpel. Level 5. Even kijken. We hebben een vos en we hebben een Arctic Fox. En een Fox Hunter. Oké. Okay. Laten we even kijken wat er allemaal gebeurt. Als ik deze span hier en ik kill ze... Wat krijg ik ervan? Veren. Oh, ze hebben dingen in hun mond als ik ze span. Ah, oké. Okay. Laten we er gewoon even heel wat spannen. En dan gaan we ze gewoon allemaal pakken, jongens. Vallen ze mij ook aan als ik hun sla? Is mijn grote vraag. Vallen ze me dan aan? Nee, ze rennen alleen maar weg. Ik moet ze doodmaken. En ik denk dat ik dan iets moet craften. Ik heb ook een crafting table gekregen. Wat kan ik hiermee craften? Ik heb geen idee. Laten we er gewoon een paar pakken. Ik kan oh, ik kan leer maken dan? Oké. Okay. En wat kan ik met leer? Laten we even heel veel vossen spannen. Deze is ingewikkeld, jongens. Ik weet nog niet zo goed wat ik moet doen. Hoe ik mezelf hier moet doodmaken. Deze droppen weer wheat. Oké, okay, dat is ook interessant dat ze wheat droppen. Nu kan ik een hooibaal maken en brood. Wat heb ik daaraan? Ik kan weer heel veel leer maken op deze manier. Dan kan ik maken... kleding, maar daar hebben we niks aan. We moeten iets vinden waarmee we dood kunnen. Brood. Is het brood giftig? Is het giftig brood? Nee, het is geen giftig brood. Oh, ik heb denk ik een idee, jongens. Ik heb denk ik een heel goed idee. We hebben weer even heel veel wheat nodig. Hé, eieren? Nu spannen ze ineens eieren. Wat heb ik nou aan kippeneitjes? Ik heb weer wheat nodig, jongens. Ze hebben blijkbaar... Oh, al deze dingen hebben blijkbaar wat anders in hun mond. Oké, daar gaan we even achterkomen. Deze heeft niks in zijn mond. Deze heeft ook niks in zijn mond. Deze heeft het leer. Het niks. Deze heeft wheat. Deze moeten we even spannen, want ik heb ineens een heel goed idee. Laten we even heel veel wheat kweken. Kweken. Dan maken we daar wat blokken van. 2 is nog niet genoeg. Ik heb nog meer nodig. Zo, dan hebben wij 4 blokken. En dat is precies genoeg. Want wat ik nu zou kunnen doen is gewoon dit zo hier. Dan genoeg vossen spannen tot ze op een gegeven moment doodgaan door entity cramming en dan er zelf in staan. Hier, kijk. Nee, dat werkt niet. Dat is zonde. Wat heb jij in je mond? Emeralds hebben we ook niks aan. Zie, kan ik kippen spannen en dan rauwe kip eten? Nee, maar dat wordt... Oh, nee, ze vermoorden de kippen niet doen, jongens. Jongens, na heel lang nagedacht hebben, weet ik eindelijk wat ik moet doen. Ik moet gewoon doodgaan door fall damage. Het slaat nergens op. Ik zit veel te moeilijk weer na te denken. Maar ik kan natuurlijk gewoon doodgaan door fall damage op deze manier. Jeetje. Ongelooflijk. Zit ik weer veel te moeilijk na te denken, hè? Zit ik weer aan allemaal crafting recipes te denken en weet ik voor wat allemaal. Ik ben blij als dit level klaar is. Komt-ie. Boom. Een half hartje. 1, 2. Boom. Dit level is gehaald. Hè? Level 76. Een schaap en een sheep slayer ding. Waarom moet ik schapen killen? Weer fall damage. Hetzelfde verhaal, maar dan met wol, denk ik. Oké, prima. Ik ga even wat schapen spannen. Schapen, hier komen. Ik denk dat dit hetzelfde verhaal is dan met wol. Dus dat ik nu gewoon doodga door fall damage van de wol. We kunnen wel iets hoger kunnen we nu gaan. Zo, kijk, dat is iets makkelijker. Nou, daar komt hij, dames en heren. 1, 2, po. Een half hartje, dat meen je.
Weet je, dan ga ik gewoon omhoog bouwen voor de laatste. 1, 2, hoppakee. Level 77. Wat hebben we hier? Hoglins. Oké, Hoglins ga ik gewoon spannen en dan... dat ze me aanvallen. Kom maar, jongens. Val me maar aan. Val me maar aan, hallo. Hoezo vallen jullie me niet aan? Wat gebeurt hier? Nee, je gaat dood. Nee. Hoezo? Oh, ze veranderen in normale. En nu vallen ze me wel aan. Verwarrend. Maar we hebben het. Level 78, de Nether Fortress. Oké, we hebben hier bomen die we kunnen plaatsen als van die paddenstoelbomen. Ik denk dat ik mezelf dan gewoon moet suffocaten hierin. Dat ik gewoon erin moet gaan staan en dan hem moet laten groeien. Werkt dat niet zoals dit? Huh? Oh, oké, kijk. Er is een rooi hier in de hoek en die kunnen we laten groeien. En dan gaan we door suffocating moeten wij doodgaan. Dus laten we eerst even die hier doen. Hier en dan tot slot de laatste. 1, 2, hoppakee. Sommige levels zijn wel makkelijk, jongens. Maar levels met zoals die vos en zo, daar ben ik weer veel te lang mee bezig. Maar dit level is ook gewoon lekker makkelijk. Gewoon suffocating, klaar. Hoppakee, level 79. Hetzelfde verhaal, maar dan met normale paddenstoelen. Dat is ook wel te doen, denk ik. Kunnen we dit laten groeien? Oh jee. Het werkt niet. Oh jee. Een key. We hebben een sleutel hier. Waar hebben we een sleutel voor? Place key hier. Oké, prima. Sleutel. Wow, waar ben ik ineens? Oh jee. Ik ben blij dat ik wel spullen bij mee heb genomen. Goed, laten we even kijken of we hier kunnen suffocaten. Hoe die dingen te laten groeien. 1, 2. En dit gaat niet werken. Oeh, dat is heel taai. Oeh, oké. Misschien als ik het hier doe. Oh jee. Oh, je kan ik dit slopen? Nee. Die kan ik een parcours maken voor mezelf. Naar boven en dan eruit springen. Ja, daar ga ik. Daar ga ik. We suffocaten. Let's go. Oh, ik was bijna door mijn boomwiel heen. Oké, level 80. Wat hebben we? Jeetje, wat een potion. Oké, die gaan we nemen. Een lekkere cocktail. Daar komt die. Jeetje, wat een effect allemaal. Oh, ik heb nooit zoveel effecten op één persoon gezien in Minecraft. Het is echt insane. En nu wachten we gewoon langzaam tot we doodgaan. Dat is het. Meer kunnen we niet doen. Hoppakee. We zijn dood. Jeetje, level 81. Gewoon in de lava doodgaan, I guess. Of is dat het niet? Dat is het niet. Er is meer. Er is iets meer te doen dan in de lava zwemmen. Gok ik. Ik kan niet doodgaan door het vuur. Is er een kist ergens die je kan vinden? Ja, er is een kist met water. Met water? Kan ik dat gewoon plaatsen? Er komen er... Wat is dit? Wacht even. Laten we al dit water pakken. Kijken of we mezelf kunnen laten verdrinken ergens. Ja, hier. Kijk, en dan kunnen we hier... kunnen we mezelf laten verdrinken, denk ik. Ik denk dat ik nu gewoon kan verdrinken. Wat raar dat ik mezelf moet laten verdrinken in een lava level. En... nee, ik kan niet verdrinken. Oeh, die is taai. Die is heel taai. Kan ik mezelf dan laten suffocaten door steen of zo? Hoe moet ik dit doen? Ik kan blijkbaar niet verdrinken. Hoe ga ik dit doen? Oh jee, ik heb mezelf ingesloten. Ik heb mezelf denk ik soort van ingesloten. Wacht, kan ik hier inzwemmen in dat hokje? Als ik hier nou in ga zwemmen en dan hier lava... Ja! Nee! Oh, ik dacht dat dat hem was. Want hieronder kan ik er nog uit. Laten we al dit water pakken en proberen om mezelf ergens door te kunnen laten suffocaten. Ik denk dat dat de beste tactiek is. Oh! Ik geen idee hoe het gebeurde, maar het gebeurde. Helemaal dikke prima. Nou, hoppakee. Raar level, maar we hebben hem. Oh, moet ik nou weer verdrinken? En waarom heb ik nou blindness? Gadverdamme. Oh mijn god, ik moet letterlijk wachten tot alles is bevroren, denk ik. Nee! Is dat serieus het ding? Dat het tot het allemaal is bevroren, moet ik op wachten? Wacht, dan gaan we hier gewoon tegenaan staan. In de hoop dat dit zometeen ook ijs wordt. Kijk, het wordt langzaam allemaal een beetje ijs, zoals jullie kunnen zien. Dus daar moet ik ook echt op wachten. Ja, daar gaan we. Oh, ik zat lekker op mijn mobiel te wachten tot er een keer ijs zou komen. Maar we zijn er. We gaan nu suffocaten. En dood. Level 83. Frosty the Snowman. Oké, een snow golem. Ze worden wel moeilijk, jongens. In mijn vorige video vond ik ze een stuk makkelijker. Als ik me schiet, als ik ze gewoon sla. Volgens mij schieten ze nou sneeuwballen op me, of niet? Nee, ze kijken me gewoon een beetje verontrust aan. Wat droppen jullie? Sneeuwballen. Heel veel sneeuwballen droppen jullie. Dan kan ik sneeuwblokken van maken. En is het dan gewoon weer fall damage? Is dat het serieus het geval weer? 1, 2. Dat is helemaal het geval. Dikke prima. We gaan gewoon weer voor die fall damage. Hoppakee. Level 84. The Deep End. Wat is dit? Guardians. Oh, oké. Prima. Kom maar, jongens. Kom maar, hé. Hey. Ik span jullie lekker. Ga maar op me schieten. Dan hebben we hier nog een Elder Guardian. Spannen we hier nog wat meer Guardians. Schiet maar op mij, hé. Hey. Maak me maar lekker af. 1 en 2. Kom maar. Hoppakee. We zijn dood. Level 85. The Crusader. Oké, we hebben een boog met Quick Charge. Oh, dan moet ik op mezelf schieten. Kom maar dan. Dat is in principe ook wel te doen. Moet ik even de arrows koppen? Dan komt de eerste aan. 1, 2. Oh, die is mis. 2 en... Oh, ik heb maar 3 geschoten.
Dit is in principe te doen. Gewoon een paar arrows de lucht in schieten. Hopen dat ik ze kop. Kijk, daar komt de eerste. Die mis ik. Tweede. Mis ik ook. Derde. Die mis ik niet. We doen wel gewoon één voor één, want dat werkt blijkbaar beter. Waarom mis ik nou? Hij kwam op het randje. Jij moet raken. Juist, nog eentje. Nog één hit. Dat is deze. Dit is de gouden arrow. Die gaat mij afmaken. We gaan hem koppen. 1, 2. Tonk. Level 86. The worst nightmare. Intentional game. Wat? Hoe kom ik hier ineens? Huh? Oh, oké. Okay, dit is wel simpel. 1 en 2. Tonk. Oké, okay, dat was een heel gek level. Level 87. Een husk span. This may take a while. Oh, nee. Nee. Oh, dan gaat dit weer lang duren. Oh, nee. Dit valt wel mee. Dit gaat niet lang duren. Deze dingen killen me gewoon. Hoezo dit gaat lang duren? Er stond dat het lang ging duren. Oké, okay, we hebben powdered snow en we hebben sandals of Legolas. Dat we er overheen kunnen lopen, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon waarschijnlijk gewoon freeze zoals dit. Ik wil er niet overheen lopen. Gaan we nu doodfriezen op deze manier? Nee. We gaan niet doodfriezen op deze manier. Maar wat nou als ik nu mijn schoenen aandoe? Oh, ik dacht misschien suffocate ik dan. Hoe ga ik dit doen? Is dit weer fall damage? Is dat het serieuze ding? Dat ik zeg maar mezelf zo omhoog moet krijgen zoals dit. En dan vanaf hier... Oh, dit is echt een hele vieze manier. Oeh, nee, dit is heel vies, jongens. Want als ik het zo doe, kan ik dan ook fall damage krijgen? Ja, oké, okay, dit kan ook. Dit is ook een prima manier. We doen het wel op deze manier. Dan hoef ik niet de hele tijd mezelf omhoog te... noem je dat glitchen? Nou, glitchen, het is ook geen glitch. We doen het wel gewoon op deze manier. Dat is helemaal dikke prima. Dood is dood. En dat is het belangrijke. Thans, Minecraft dood is dood. Niet in het echt. 1, 2, hoppakee. Level 9. Jeetje, wat een grote arena ineens waar we in zitten. Wat staat hier? Ancient weapon of mass destruction. Oh! Jeetje! Maar jij gaat me niet aanvallen. Jij gaat niks doen. Kan ik er meerdere spannen? Ik ga er gewoon heel veel spannen. Hier. Hij valt me niet aan. Of wel? Nee, hij valt me niet aan. Hij rent maar gewoon een beetje rond. Maar hij krijgt blijkbaar damage als er eentje spant. Dus laten we gewoon zoveel mogelijk spannen. Tot ik doodga van de spawn damage. Wat ongeveer nu moet gebeuren. Nu. Kom. Ja, hoppakee. Level 90. Kijk, daar was ik net. Je ziet ze nog allemaal doodgaan. Pickstep, music player, LA en amethyst. Even kijken. Even kijken. Laten we even kijken wat hierin gebeurt. Als we eerst op de noodblok klikken. Dat doet niks. Dan hier. Huh? En de LA spawnen we. Gaan de LA... Oh, de LA's dansen. Ik wist niet dat dat een ding was. Ik wist niet dat deze gingen dansen. Hoi, yo. Hoe ga ik dit... Hoe ga ik dit doen? Dit fixen. Hier, jongens, neem allemaal maar een amethyst shard van mij. Ik weet niet. Ik ga proberen dit op te lossen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Als ik er eentje sla, vallen ze me dan aan? Hé! Hey, wat er gebeurt er? Ik krijg damage. Ik gooi deze dingen op de grond. Krijg ik dan damage? Wat gebeurt er? Ik geef ze amethyst shards. En er gebeurt iets. Ik krijg op een manier damage. Ik weet niet precies hoe dit gebeurde, maar by magic. Ik heb geen idee hoe ik hier dood ben gegaan. Ik ben heel blij dat het gebeurt. Hé, hey, ik mag schieten. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. Spyglass. Waarom een spyglass? Die heb ik niet nodig. Op de bullseye. 1, 2, toenk. En nu? Ik heb hem geraakt. Ik heb de bullseye geraakt. Wat nu? Een spyglass. Wat heb ik aan een spyglass? Ik heb hem toch geraakt? Maar moet hij echt precies in het midden? Is dat het? Nee, toch? Hij heeft niet precies in het midden, toch? Hij zit al redelijk... Hij heeft nog niet het rode in het midden geraakt. Oh! Het moet wel precies het midden zijn. Hij moet precies volgens mij op dat rode dingetje in het midden komen. Dat meen je. Is dat serieus wat ik moet doen? Dat kan ik. Gewoon een paar keer goed geluk hebben hiermee. Ja, dat is 1. Dat is 2. 3. En dat is 4. Level 92. Oké, okay, wat is dit? We hebben een schild. En we hebben een Ravenger. Even kijken. We plaatsen een Ravenger. Jeetje! Nee, hij maakt me gewoon dood. Ik weet niet waarom dit zo lang duurde, maar helemaal dikke prima. En we moeten een sleutel plaatsen. Dan gaan we netherite dingen aandoen. Oké, okay, ik heb sleutels. Dan gaan de sleutel gaan we hier doen. Ja. Dan zitten we in een netherite iets. Play switch hier. Klik hier. Wait for the finish. Wat moet ik doen? Wat is dit, ouwe? We gaan klikken. Wat gaat dit doen? Is dit een TNT-kanon? Wat... Oh, nee. Dat is heel veel pijlen. Oh, nee. Oh, ik ga de armor... Ik ga het gewoon aandoen. Ik ben benieuwd of ik dit met armor overleef. Kom maar op. Kom maar door met die pijlen. Kom dan. Je gaat helemaal niks doen met je pijlen. Oké, okay, ik moet wachten tot hij klaar is met opladen. Hij is nu aan het opladen, blijkbaar de grote machine hier. En dan moet ik nog een keer klikken. Ben ik heel benieuwd hoe dit werkt. Oh, dat zijn echt heel veel pijlen. Ik ga waarschijnlijk echt helemaal kapot hier. Met armor en al. Wanneer is hij klaar met het laden, jongens? Hij is wel heel vol nu. Ik denk dat ik wel dood ga door al deze pijlen. Weet je, ik vind hem wel goed. Ik trek mijn armor uit en ik klik gewoon op de knop. 1, 2, wat doet het? Het doet niks. Oh, daar gaat het. Daar gaat het. Kom maar op met die pijlen. 1, 2. Oh. Dat ging echt heel snel. Ik heb niet eens ik heb die hele pijlen niet eens gezien. Het ging echt heel snel. Level 94. Weer in het water, hè? Zitten we gewoon weer in het water. Pot voor 3, hé. Elder Guardian. Moet ik ze weer spannen? Oh, mijn god. Ik zit me kapot. Moet ik ze weer spannen?
Dus ik ben, op deze manier ben ik toch net ook al dood gegaan? Of gaan ze me nu niet aanvallen? Oh, ze vallen me nu niet aan. We hebben hier nog een kist. 1 diamond. Bonus diamond. Let's go. Hoezo vallen jullie me niet aan, jongens? Ben ik nu niet cool genoeg om aangevallen te worden? Oh, wacht. Hij geeft thorns. Misschien dat ik op die manier dood kan gaan. Kan ik dingen slopen? Ik kan dingen slopen zoals dit. Ik weet niet wat ik hier aan heb. Misschien kan ik glas slopen hier. Ik ga het proberen. Misschien kan ik dan gewoon ontsnappen op die manier. Maar ik heb wel... Oh, dat gaat wel eeuwen duren, dit. Oh, ik heb mining fatigue. Nee, dit kan het niet zijn. Ik denk dat ik gewoon dood moet gaan door thorns. Dat ik ze gewoon moet blijven slaan. Tot ik gewoon genoeg damage... Ja, dat is het. Ik moet ze blijven slaan. 100%. Kijk, we gaan al langzaam dood. We zijn er zelfs al bijna. Gewoon die dingen slaan tot ze me dood maken. Kom maar. En juist. Het is toch makkelijker dan verwacht. Level 95 alweer. Jeetje. Je fishing rod. We hebben Captain's Whiskey. De Sailor's Charm. Oké, wat is dit allemaal? Moeten we wat... Wat is dit? Captain's Whiskey. Min 5 luck. En hier krijgen we... Laten we plus 5 luck doen. Even kijken wat we allemaal opvissen als we nu gaan vissen. Een Nautilus Shell. Daar hebben we niet zoveel aan. En wat nou als ik de Captain's Whiskey neem dat ik geen geluk meer heb? Misschien vis ik dan wel gewoon echt poepzooi op. En nu heb ik luck en bad luck. Heb ik het allebei. Ik vang alleen maar nutteloze dingen voor mijn gevoel. Wat heb ik hier aan? Ik vang niks waarmee ik voor mijn... Kan ik die fall damage krijgen? Nee. Hierboven iets, want het is niet voor niks hier open. Oh, mijn vishengel komt best wel ver. Kan ik... Wow, wat komt mijn vishengel ver. En ik heb pijlen, dus ik gok dat ik misschien een boog moet opvissen op een gegeven moment. Gelukkig hebben dat ik een boog krijg. En die hebben we nog niet, dus het zal wel. Hé, een pufvis, die kunnen we eten. Nee, die kunnen we niet eten. Een andere vishengel hebben we opgevist, dat meen je. Nou, hè, daar gaan we, jongens. Komt-ie. Dus 1 pijltje. Oh, moet oppassen dat ik niet... Oh, dit is nog best wel irritant, dit. Laten we gewoon hier in het hoekje gewoon lekker pijlen spammen. Ja, dit is hem. Gaat het lekker snel op deze manier. Kom maar met je pijlen. Kom maar, hoppakee. Juist. Level 96. The Crash of Test Dummy. Wat is dit? Een armor stand. Wat doet dit? Wow. Wat doe jij? Oh, je doet damage. Oké, dan gaan we je gewoon slaan. Kom maar, jongen. Kom maar. Vermoord me maar. Het is klaar met mij. Hoppakee. We zijn bijna bij level 100 inmiddels, hè. Jeetje, we moeten katten spannen en we hebben een... Zwaard? Nog niet katten gaan vermoorden, dat meen je. Dat ga ik niet mee akkoord. Moet ik serieus katten in elkaar slaan? Ik zie jullie wel bij het volgende level. Level 98! Wat hebben we hier? We hebben een evoker en een victim. Dus laten we eerst even gewoon de victims plaatsen. Dan de evokers en die gaan de victims aanvallen. Oh! Maar gaan die mij ook aanvallen of niet? Of moet ik dan gewoon geluk hebben? Laten we gewoon heel veel van die dingen spannen. En heel veel victims in de hoop dat ik misschien een beetje ook dood ga door collateral damage. We gaan ze slaan, misschien vallen ze mij aan. Val mij maar aan, jongens. Val mij maar aan. Ik wil ook dood. Niet alleen de villagers, ook mij proberen te pakken. Ze gaan niet op mij, ze gaan echt alleen op die villagers. Dus als ik nou een villager hier in de hoek zet... Nee, ze doen mij geen damage. Wat is de bedoeling? Als ik hun kill, droppen ze dan iets? Want ze vallen mij niet aan. Nee, ze droppen niks. Waarom vallen jullie mij niet aan, jongens? Val mij ook aan. Ik ben ook kwaadaardig. Pak mij. Sla mij in elkaar. Ik ga al mijn villages opmaken. En ik ga al die beesten hier spannen. Ik ga ze gewoon allemaal spannen in de hoop dat er iets gebeurt. Er gebeurt niks. Ik snap het niet. Help mij. Help mij. Het lukt niet. Wat moet ik doen? Kan ik de ijzerblokken slopen of zo? Oh, ik kan dit slopen. Let's go. Vrijheid. We doen het maar op deze manier. Oh, level 99. De Minecraft X. Oh mijn god, wat moet ik doen? Gadverdamme. Hier heb ik toch helemaal geen zin om uit te zoeken wat ik hier moet doen. Dragon's Breath. Kan ik dat nemen? Nee, dat kan ik niet nemen. Kan mezelf met een redstone systeem proberen te pakken? Is fall damage een ding? Nee, fall damage is geen ding. Hoe ga ik dit doen? Wat moet ik doen hier? Ik snap het niet. Misschien kan ik mezelf door hier tussen te staan suffocaten. Zo. En dan hier één... Hier één. Nee, wacht. Ik heb een idee, jongens. Ik denk dat ik mezelf kan suffocaten. Door gewoon simpelweg even denken. Hier de button. Zo, 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 zo. Werkt dit? Ja, dit werkt. Nu zou ik mezelf kunnen suffocaten, denk ik. We gaan het even proberen. Komt-ie. 1 en 2. Nee, dan gaat het ding open. Dat moet niet. Oké, wacht. Kan ik hier op de button klikken? Ja, dat kan. Dat kan. Komt-ie, komt-ie. 1, 2. Alsjeblieft. Ja, het werkt. Het werkt. Oh, wat ben ik hier blij mee. Ik had anders echt geen idee hoe ik dit had moeten doen. Het werkt niet trouwens. Oh, het werkt wel. Oh, het werkt wel. Oh mijn god, ik dacht even dat ik niet dood ging. Oh, maar deze. Ik had anders niet moeten weten hoe ik dit level had moeten doen. Als dit niet had gewerkt. Level 100. Nog 20 levels te gaan. Jeetje, wat moeten we doen? We moeten weer een sleutel plaatsen. Oké, ik kan een sleutel plaatsen. Boom. Dan gaan wij naar... Zijn we nou gewoon in een andere... Waar zijn we beland? Wat is dit? Ik ben welkom in Obbyville. Je moet de button vinden. Oh, mijn god. Ik moet
een button zoeken. En als ik die button heb gevonden, worden de machines geactiveerd. Jeetje, moet ik nou serieus een button gaan zoeken? Wat uitgebreid vergeleken met de vorige video dit. Jongen, jongen. Hey, hier is een button. Wat is dit? Oh. Oh mijn god, dit was het ook gewoon. Dat was het letterlijk ook gewoon, dit. Wat gaat er nu gebeuren? Oh, TNT! Heel wat TNT overal. Oh, dat was het? Moet ik nog een keer... Oh, ik moet nog een keer klikken waarschijnlijk. Oh, lava. Laten we de lava ingaan. Dat weet ik niet. Never mind. Oké, ik moet die button waarschijnlijk nog een keer activeren. Want heel het dorp hier wordt gesloopt. Laten we een paar keer op de button klikken. Komt-ie, hè? Dat is 1. Dat is 2. En 3. Oké, dan gok ik als ik hier een beetje sta dat ik wel geraakt ga worden. Ja, kijk. Komt-ie. Hoppakee. Level 101. De idiot farmer. Oh, moet ik gaan farmen? Falling dirt. Wat? Huh? Oké. Ik ga farmen. Ja, prima. En nu? Wat nu? Wat is falling dirt? Dat was legit falling dirt. Had dat mij kunnen killen? Of ben ik nu mijn falling dirt kwijt? Ik snap niet wat ik moet doen. Kan ik fall damage krijgen? Nee, ik ben helemaal in de war. Water. Kan ik mezelf drownen? We gaan erachter komen. Oké, jongens, ik denk dat ik een idee heb. Als ik nou wacht tot deze meloen hier gegroeid is op dit blok hier. Dan het blok verhoog en dan wacht tot er nog een meloen op me groeit. Dan denk ik dat ik suffocate. Laten we even hopen dat... Oh, nee. Oh, dat was mijn moment. Maar het is helemaal verpest. Oeh, oké. Ja, dat moeten we opnieuw doen. Maar dan moet er ook een blok boven staan alvast, zo. En dan hier moeten we ook alvast even kijken. Nee, je hoeft niks te doen. We moeten gewoon heel even geduld hebben. Wachten tot dit blok hier groeit. Als het goed is, ga ik dan geen kant op. Kan ik geen kant op? Ja. Wat wij dan doen is deze weghalen hier. Dan zo, even kijken. Farmland plaatsen. Zo, die hier. En dan deze ook laten groeien. En nu wachten tot deze groeit op dit blok hier. En dan in hopen dat ik suffocate. Ik denk dat dit werkt op deze manier. Ik gok dat dit werkt. Ik weet het niet zeker. Als goed is zou hier nu ook gewoon een nieuwe meloen op moeten spannen. Elk moment. A few moments later. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk niet dat dit gaat gebeuren, jongens. Ik had die falling dirt nu hier moeten plaatsen. Maar die heb ik niet meer. Die falling dirt heb ik helaas niet meer. Hoe ga ik dit nu oplossen? Ah, er staat ook dat ik hier maar 1 kans heb gekregen. Oei, ja, dan heb ik het verpest. Kan ik het glas slopen? Nee, kan ik dit hier slopen? Ja, dat werkt wel. Oké, dan doen we het maar op deze manier. Beetje illegaal, maar hè, dan doen we het maar. Level 102, The Nightmare Before Christmas. Oké, ze zijn wel echt moeilijk, man, die levels. Plaats sleutel hier, daar gaan we. Oké. Wat is dit? Kan ik hier wat plaatsen? Wat moet ik hier doen? Moet ik er een zombie in plaatsen? Oh, val me maar aan, jongens. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar val me maar aan. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik heb echt geen idee wat hier gebeurt. Level 103, dikke prima. Een bed, een red wool of een rode bed, een wol, weet ik voor wat. Zonder uitleg. Moet ik gewoon zo dit doen en dan een bed plaatsen en dan liggen? Nee. En ik kan ook niet meer... Oh, nee. Ik heb het verpest. Oh, nee, ik kan dit slopen. Oh, ik heb denk ik een idee. Ah, als ik nou gewoon hier ga liggen... Ik snap het niet. Ik kan het bed niet meer plaatsen. Ik heb hem 1 keer geplaatst en nu kan ik... kan dit wol wel nog plaatsen. Oké, dit level is dus blijkbaar gebukt. Ik ga even snel naar het volgende level. Level 104, de Impossible Death Message. Oké, laten we gewoon doodgaan door het vuur. Hoe is dit onmogelijk? Dikke prima. Level 105. Dat was een makkelijk level. Daar ben ik blij mee, jongens. Dat was een iets makkelijker level. Een huskspan, hè? Kan ik die slaan? Nee. Oh, jawel. Oh, hij valt me gewoon aan, joh. Hey, de levels worden alleen maar makkelijker op deze manier, joh. Maak me maar dood. Hier, ik span er even nog een paar om je te helpen. Kom maar, jongens. Level 106, The Ghost of the Winter. Powdered snow. Skeleton. Oh, kijk. Als het goed is, verandert het dan zo'n skeleton in een soort andere skeleton. Hey. Ik heb niet gezegd dat jij weg mocht. Wacht, dat gaan we even opnieuw doen. Hier. Kom maar, skeleton. Doe het op deze manier. Zit je vast. Spannen er nog één en nog één. Als het goed is, veranderen die skeletons dan in andere skeletons. En ik gok dat die mij dan wel gaan aanvallen. Komt-ie. Als het goed is, veranderen ze dan in een soort van sneeuwversie van een skeleton. Ja, en ik gok dat deze mij wel aanvallen. Kom maar. Val me maar aan, jongens. Val me maar aan. Nee, niet elkaar. Niet elkaar. Val mij aan. Goed zo. Niet elkaar. Ik sta ertussen. Ik bemiddel. Val mij maar aan. Zonder om elkaar te vermoorden. Dat slaat ook weer helemaal nergens op. Nee. Doe nou alsjeblieft niet elkaar. Alsjeblieft. Dat vind ik zo zonde. Wat zijn jullie stom? Schiet gewoon op mij. Goed zo. 107. De shelved feature. Wither skeleton spawn egg. Oké. En dan gaat het gewoon op me schieten. Nou, weet je, dan spawn ik er een aantal. Makkelijk level zo gehaald. Jeetje, wat is dit? Huh? Resident Evil. Wow. Oké, dat ziet er cool uit. Heel makkelijk, maar het zag er wel heel cool uit. Level 109. De bedrock prison. Oké, wat moet ik doen? Met een boot. En dan gok ik mezelf... Gewoon laten in en uit laten stappen op deze manier of zo. Huh?
Oh, de boter een beetje induwen, zo, in de muur. En dan erin. Nee. Kan ik de boter een beetje in de muur duwen? Ik dacht dat ik mezelf wel kon suffocaten op deze manier. Oh! Ah! Ja, ik moest uitstappen langs het randje. En dan kan ik naar beneden springen. Dat is wel leuk bedacht. Dat is wel heel leuk bedacht op die manier. En level 110, de creator. Oké, we hebben hier heel raar iets. The armor won't save you from me anyway. Oh, dan ga ik het ook niet eens aandoen. Dan span ik hem gewoon. Wat is dit? Wow! Wat ben jij? Gadverdamme. 111. Goed, even kijken. We hebben hier eggs. En blijkbaar zijn het explosive eggs. Ze exploderen helemaal niet. Exploding chickens. Jeetje! De kip is inderdaad ontploft. Oké, 112. Cow manglert. Wat zijn dit voor levels allemaal, ouwe? Laten we even kijken. Er is sleutel hier. Bla, bla, bla. Oké, leuk huisje hier. Wat moet ik doen? Wat is hier te doen? Moet ik een button plaatsen ergens? Ik ga hier die button plaatsen en klikken. Wat heeft het gedaan? Wat heeft dit geactiveerd? Heel veel koeien! Koeien, explosieve koeien! Level 113, wat chaotisch dit. Waarom is het ineens zo chaotisch? Potion of flying. Oké. Okay. Oh, en dan moet ik elke keer met fall damage moet ik waarschijnlijk naar beneden. Ja, oké, ik snap hem. Ik snap hem. Wat we doen is we drinken een potion. Dan vliegen we naar boven. Dan drink ik tegen tijd dat ik hierboven ben melk. Val ik naar beneden. Fall damage. Oké, okay, dat is een hele, hele, hele langzame manier. Maar het is wel de enige manier. Komt-ie, hè? En melkie, melkie. Donk, dan drinken we deze weer. Ik zal even regenen tot ik op een gegeven moment natuurlijk honger krijg. En dan zou ik gewoon doodgaan van de fall damage. Dat zou ongeveer nu gebeuren, inderdaad. Oh mijn god, dit is echt een hele trage manier om dood te gaan. Waar haalt hij de ideeën vandaan, de maker van deze map, hè? Jeetje. Oké, we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Laten we nog even doorvliegen elke keer. We zijn op de helft. En bonk. Ik denk nog twee keer vallen, dan zijn we wel dood. Kom op, dit kan mogelijk de laatste keer zijn. Als we een beetje geluk hebben... Kom op! Ja, top! Oké, okay, level 114. Mineshaft Spider. Oké, okay, dit is wederom, ik hoef letterlijk niks te doen. Het is gewoon een level waar ik gewoon kan chillen en wachten tot ik lekker dood ga. Nou, level 115. De Escapist. Oké, okay, we moeten even... Oh, dit is ook wel prima te doen. Dit is gewoon met zo'n enderpearl en zo'n hoekie. Tonk. Nee. Tonk. Kom op. Dit was makkelijk, dacht ik. Kom op. Ja! Hoppakee, we zijn er. Nou, dan kunnen we naar beneden. Laten we even kijken of we dit sneller kunnen doen dan het licht. Zo, en daar gaan we. En het was niet sneller dan het licht trouwens. Level 116, de Boombox Club. Nou, we krijgen weer buttons. Dus het wordt weer een hele show. Wordt er waarschijnlijk van gemaakt. Plaats de sleutel hier. Hallo, waar ben ik? Plaats de sleutel hier. Wat gebeurt er? Een TNT-kanon. Kom dan. Kom dan. Zo, dat ging snel. Oké, okay, level 117. Reach... Oh mijn god, kijk, dit heb ik allemaal al gedaan, hè, dit. Reach for the stars. Wat hebben we hier? Oh my days. Nee. Nee, ik moet zo een soort raket maken. Ik weet al niet hoe dat moet, jongens. Ik moet een soort redstone raket maken. Ik heb oprecht geen idee hoe dat moet. Kan ik niet gewoon dit slopen? Nee, dat kan niet. Oh my days. Ik weet al niet hoe je dat moet maken. Hoe maak je zo'n machine? Ik ga even opzoeken hoe je zo'n machine maakt. Oké, okay, ik heb een filmpje gevonden. Die gaan we maar even kijken of we dat daadwerkelijk kunnen doen. Ik heb echt geen idee hoe dit werkt, maar we gaan het zien. Ik ga wel gewoon bouwen wat hij bouwt. Zo simpel is het. Oké, okay, volgens mij is dit alles. Volgens mij is dit letterlijk hoe die hoort te werken. Laten we even kijken of dit ook het ding is. Ik kan er nu op staan. En dan moet ik iets gooien op die pressure plate daar. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik hem activeren? Ik heb redstone. Nee, ik heb een redstone systeem hiervoor. Tenminste, redstone blokken. Ik wil überhaupt even kijken of dit werkt. Werkt het überhaupt wat ik hier gedaan heb? Nee, zie, dat zou überhaupt niet werken. Zullen we dit ding slopen hier? Nee! Mijn raket! Nee, kom terug! Nee! Ik moest nog mee! Nee! Mijn raket! Jongens! Mijn raket! Hij gaat zonder mij er vandoor. Oh, nee. Hij werkte dus wel. Oh, wat zonde dit. Hoe ga ik het nou doen? Het is nu een probleem, want nu kan ik kan hem niet nog een keer bouwen. Nou, dit level heb ik helaas verpest. Laten we maar doorgaan naar het volgende level. Level 108. Ik vind het jammer dat mijn raket niet gelukt is. Volgens mij gaat hij nog steeds ergens. Kijk, daar is hij. Daaronder. Hij doet het volgens mij nog. Ja, maar dat level vergeten we wel gewoon. Not enough space hier. Hoe bedoel je niet? Jeetje. Oké, okay, hallo. Wat hebben we hier? Magma Cube Spawn X en Slime Spawn X. Moet ik die gewoon plaatsen? En vallen ze me dan aan? Huh? Jeetje. Oh, wat groot! Oh, waarom zijn ze zo groot? Hoe kunnen ze zo groot zijn? Kom maar. Ik spawn ze allemaal en dan in de hoop... Jeetje, dit slaat nergens op. Dit slaat helemaal nergens op. Kom op, nog eentje. Nog eentje. Juist! Level 119, het één na laatste level. Wat hebben we hier? Hier moet ik doorheen zien te komen op een bepaalde manier. Oké, okay, dat kan, denk ik. Ik denk dat dat kan. Zo.
Zo. Even kijken. Hij moet naar beneden kijken, zo'n shulkerbox. En dan kan ik waarschijnlijk mezelf ertussen wringen. Op een mooie manier. Even kijken. Ja, kijk, hoppakee. Daar gaan we. En dan gaan we naar het laatste level. Het allerlaatste level. Ik ben heel benieuwd. En dood. Level 120. De grote finale. Wat gaat het zijn? We hebben hier endcrystals. We hebben obsidian, jongens. Ik denk dat het gewoon heel simpel is. Die erop plaatsen en hem dan kapot slaan. Dat was volgens mij ook vorige keer het laatste level. We hebben hem! Hey, you made it! Oh, let's go, jongens. Kijk hoeveel mappen we gedaan hebben. In de vorige video had ik er 70 gedaan. Nu hebben we er als het goed is 50 gedaan, wat in totaal 120 verschillende manieren maakt om dood te gaan in Minecraft. Ik ben er helemaal klaar mee. Vond je dit nou een hele leuke video? Kijk dan anders even lekker ook gewoon deze video. In deze video ben ik namelijk op een farm aan het klooien. Het is een hele leuke video. Zeker een aanrader om gewoon eventjes te kijken. Kijk hem nu, oké? Nu. En dan nu spreek je later glaasje water. Tot de volgende keer.